Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus. Jawel, we gaan dus, wat er gevraagd is geweest, een rondje pimpompet doen, dames en heren. We gaan van start met de letter D, zoals morgens vroeg. Onze brains al goed laten wakker worden. Iets dat je overdag doet met de letter D. Terwijl doe ik mijn schoenen aan, dus terwijl kunnen jullie denken over een antwoord. Dus ik ga mijn werkschoenen aandoen. Dus iets dat je overdag doet. Met de letter D. Ik weet al iets. Overdag eens dromen. Bijvoorbeeld. Gedroomd wel eens. Voilà. Alsjeblieft. Ik ga nu vertrekken naar mijn werk toe. Dus even tempo erin gooien. Dat ik niet te laat kom op mijn eerste dag, hè? Van 2024. Top, you. Het is goed. Het is goed. Oh. Hé. Hey. Jij daar. Jawel. Ik heb nog niet op de abonneerknop geklikt, hè. Doe eens even. Wacht wel. Ik heb toch groot. Dus nee, hallo, jawel. Dus ik ben nu terug naar huis aan het rijden en naar mijn werk toe. Oh, het was rustig op het werk. Voilà. Meer kan ik niet vertellen, het was gewoon rustig op het werkvloer. Voilà. Nu, s'avonds als ik thuis kom, moet ik nog een en ander ook nog doen. Ik ga het jullie s'avonds ook eens laten zien, want er is een tornado geweest bij mijn thuis. En ik ben er alles zo aan het sorteren in dozen en al wil ik dat doen. Bijvoorbeeld de LAN-kabels bij de LAN-kabels. Computerkabels bij de computerkabels, PlayStation kabels bij de PlayStation kabels, noem maar op. Of consolekabels bij de consolekabels. Ja. En het heeft ook vandaag redelijk veel geregend. Hier was even aquaplanning. Dus het heeft echt de laatste voorbije 24 uur heerlijk veel geregend. Want de weien staan onder water. De wachtbekken zit goed vol van alken. Er mag dus echt maar 1 meter veel bij regenen. Anders gaan we hier in Alken opnieuw richting een overstromingsgebied tegemoet. Maar, als ik nu kijk naar buiten toe, ik ben mijn ruitenwissers niet aan het... ben mijn ruitenwissers niet aan het gebruiken, dus dat betekent... Het regent niet meer, dus het is droog. Dus dat betekent dat ook dan het waterpeil terug kan gaan zakken. Voor de mensen die wel wateroverlast hebben in hun woning, Veel sterkte, want dat is nooit leuk. En ik hoop dat alles goed komt. Meer heb ik momenteel even niet te vertellen, dus ik ga zelfs de grote opruim doen. En dan zal het wel al avond worden en dan is het tijd om familie te kijken. Oh, het is echt spannend aan het worden voor de midseizoensfinale. Ik heb nieuwe foto's gezien. Nu ben ik niet zeker. Ik zag ook al een pistool op de foto van Jamie Lee en
Daniel zag daar een pistool op. Nu zijn er ook foto's verschenen van Jelle en Benny. Er gaat toch niemand doodgeschoten worden, hoop ik toch? Want die twee personages, zoals de Jelle, Jamie Lee en Benny, die doen dat echt heel goed. Wat zijn? Jamie Lee. Jamila. Jamila, ja. Ja, en mensen had ik er net ook al bij. Hij is mij gelijk naar zijn werk komen halen, hè, schat? Ja. Daarna dat ik nu met de vlog bezig ben. Maken? Ja. Kan je niet tegen? Voilà, sta. Ik vind dat je moet doen zoals je verder doet. Oké. Allee, met de vlog. Ja, iedere dag nu terug een vlog online, hè. Voilà. Ik ben al goed bezig in 2024. Er is al elke dag al een vlog online gekomen. Ik ben nu even te geconcentreerd bezig op de baan. Dat ik geen foto maak natuurlijk. Hier maak ik maar 50, dus ik laat me altijd uitbollen tot aan de volgende kruispunt. Dan verstook ik niks, hè. Voilà, ça. Ja, dus terugjes hier op deze kruispunt hier in Alleke. Dat zijn we niet gewoon hier. Bij de Langevelstraat en de Hendrikstraat en de Laag-Simpsonstraat. Laag, 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 laag. En die wachtbekken wordt niet gevuld, dat snap je dus dan niet. Gemeente Alken. Lot uw water naar de wachtbekkens toe. Dat het daarop droog blijft. Want we willen geen natte voetjes hebben. Ja, maar dat zijn mensen die in andere landen dat wel voor hebben. Of in deze landen. Hè. Nu doe je het precies alsof het hier nooit mag overlopen. Terwijl bij andere landen en de andere plaatsen dat vaak overloopt. Meestal wordt dan gekeken van wat kunnen we hier aan doen en al. Dat is dan ook leergeld. Ja, maar ja, jij zegt dat wel tegen, misschien tegen mensen die dat altijd meemaken. En dan doe jij ondankbaar, vind ik, hè. Oh, oké. Okay. Als dat zo over is gekomen, sorry. Vind ik zelf, hè, dat dat, hoe je het zei, dat dat ondankbaar overkomt. Oké. Okay. Maar de mensen mogen me ook verbeteren als ze dat willen, hè. Allee, ja. Dat ik ook misschien begrijp van wel. Wat hun denken of wat de mensen denken. Ja. Ik wil niet de rotte peer zijn. Mm-hmm. Of pas op, dat is een auto. Met die wagens hier allemaal. Ah. Drie achter elkaar, juist voor een bocht. Moet kunnen. Moet kunnen. Dan zei ik pas op met de auto. Ja, en die staat hier wel gereglementeerd, dat is goed. Voilà, kijkers, ik ben terug thuis aangekomen. Nu nog rustig parkeren en niet tegen een andere auto aanrijden. Want ik heb al bloedsing genoeg. En wat gaan we mee nu doen? Gaan we nog even de auto opruimen? Moet dat echt altijd in die fucking vlog zijn? Nee. Ja, jij doet dat altijd op momenten als ik bij je zit en je zit aan het vloggen, dan vraag je altijd alles. Als je dat niet ziet zitten. Nee, laat maar. Als je dat niet ziet zitten. Nee, laat me niet kwaad worden. Ik wil niet uitvliegen. Ik wil ook niet tegen de fans uitvliegen, dus laat maar. Oké. Wil je de vlog even afsluiten? Dank u. Oké, ik sluit de vlog nu even af. Ik zie jullie allemaal straks terug. Voilà.
bij deze. Tot straks allemaal. Jojojo. Zo, ik ben thuis aangekomen en je ziet, kijk eens. Dozen. Ben al mijn schappen ben ik nu zo wat leeg aan het maken. Ga ik ook eens uitstoffen en al. Dus ik ben daar nog even mee bezig. Dus dan weet je. Wat ik ook nog allemaal doe, dus naar mijn wijk. Hè, wat, ja, moet sowieso in principe gebeuren, hè, mensen. Het moet zo in principe dus gebeuren. En daar liggen nog allemaal kartonnen dozen om nog wat te sorteren. Top. Dus ik ga nu de schappen zo wat stofvrij maken en dan wat hersorteren. Top. Hallo, jawel dames en heren. Ik heb mijn jasje al aan. Ik ga s'avonds Bea dus naar huis doen. Maar ook nog eerst dit. Breaking news. Oké, dat was mijn alert toon. Ja. Je kunt goedkoper naar 6&6 LAN party gaan, die binnenkort ook doorgaat. De datum en al zal ik je ook binnenkort wel even kunnen zeggen. Dus even gewoon kijken op mijn gsm. Een goede voorbereiding, Dimi. Dat is ook weer al een van uw pluspunten, hè? Nee, dat is niet van mijn, een van mijn pluspunten. Oei. Dus ik ben nu heel snel aan de... Wat blijft? Oké. Dus die gaat door op 12 april 2024 om 18 uur. En einde van het evenement is op 14 april om 18 uur. Daar kunnen in totaal 600 deelnemers aanwezig zijn. De website is www.666-minnekelan.com. En dan hier onderaan in de beschrijving gaat je een link terugvinden. Waar je goedkoper kunt inschrijven. Dus een goedkopere ticket kunt vastkrijgen via mij. En misschien gaat er ook nog een giveaway of zo ook nog plaatsvinden. Maar daar gaan wij later nog, ook nog op terugkomen. Maar vooraleer, dit hier is al heel mooi al meegenomen. Wil je goedkoper naar 6&6 LAN party gaan die in april? Wel, schrijf je dan in via de inschrijvingslink hier onderaan in de beschrijving. Dus bekijk mijn beschrijving even. Daar staat een link in. Ik zal die link ook even hier in beeld laten vertonen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, jullie hebben de link gezien. Dus ik zal zeggen, schrijf u in op die LAN-party. Ik zal er ook aanwezig zijn. Ik weet niet als ook mijn lieverd meegaat, dat weet ik nog altijd niet. Dat wordt nog besproken, dus dat zien we dan ook nog wel. Maar eerst nu mijn lieverd, dus velgen wel, terug naar huis brengen. Voilà. Bij deze is even een kleine breaking news. Dus jawel, dus Psycho TV doet een geste voor jullie. Alsjeblieft! Mijn schat, ik heb ook nog eens even gauw iets zeggen en een kleine toevoeging. Dat is... Geen leugen. Voilà, want zij heeft ook mijn berichten ook mee kunnen volgen. Allee, mensen, ik ga haar nu naar huis brengen. Tjus! Mensen, laat me toch eens rijden. Come on. Moeten jullie altijd inpikken? Come on. Ja, ik heb mijn lieverd veilig en wel thuis afgezet. Jawel. Ja. Dus, ik ben blij dat ik ook eens iets kan doen voor de kijkers. Oh. Yeah. Oh. Dat geeft me een goed gevoel dat ook een hele grote organisatie waar ik nu mee samenwerk, dus 6&6 LAN, ja, goedkopere tickets. Nadert een rood lichtcamera. Alleen nu. Dat die ook goedkopere tickets weggeeft via de link dus in de beschrijving. Jawel.
Ja, dat verwacht. Dus, mijn... Je nadert een rood lichtcamera. Ja, hier zit het echt heel veel over rood lichtcamera's. Ik blijf gewoon continu afgaan. Rijd met de GPS? Nee. Ja, ik rijd wel met de GPS aan, maar niet met een goede beschrijving. Dus, waar was ik nu meer mee bezig? Dus als mijn schatje nog zo meegaat, dat wordt later dan ook nog in mijn vlogs dan wel duidelijk. Dus blijf dan ook zeker kijken naar mijn komende vlogs. We gaan dan ook het bespreken en al. Wat er sowieso aanwezig is op Frecomatic 16, 17 en 18 februari 2024 in de Oktoberhalle in Wiese. Maar sowieso ben ik ook dan aanwezig ook op 66 LAN. Sowieso ook. ga ik daar veel livestreamjes doen, want het is ook bevestigd dat er genoeg internet aanwezig zal zijn om te kunnen livestreamen. Top. Dus welke game zie je graag verschijnen op mijn kanaal? Nou, laat het in de reacties hier onderaan weten. En misschien ga ik die wel eens spelen dan live op 66 LAN. Sowieso ben ik al live op 66 LAN met livestreams. Dan weten jullie dat. Oh man, die hebben nu al veel reclame gekregen nu, hè, in mijn vlog. Ja, dat is gewoon omwille van dat ik gewoon blij ben. Ha. Dan bestaan ze ook 25 jaar. Dan bestaan ze ook 25 jaar 66 community. Dus dat gaan ze dan daar ook heel groot uitpakken. Dus schrijf u zeker in. Want ze gaan daar echt iets speciaals van maken. En nu ben ik hier wel heel goed op aan het letten op het verkeer. Want het is nog ontzettend druk. Om 20:32. En dat is wel mooi om te zien dat ik continu groen heb. Of staat er regen groen? Dat kan het niet worden. Daar ben ik blij om. Allee, kom aan. Dus dan gaan jullie dat ook wel zien verschijnen op mijn website. Dus dat gaat van allerlei dingen zijn. Dat gaat van kabels tot voedings tot games, tweedehands games dan, wat ik dan ook ga weggeven.
muziek-cd's wat ik thuis nog heb liggen, die gaan ook weg. Films die weg mogen. Dus er gaat heel veel op mijn website komen te verschijnen. En wat ik dan ook kan weggooien, is bijvoorbeeld oud papier, wat ik continu heb bijgehouden. Dus dat allemaal de vuilbak in. Want ik ben echt de laatste tijd te veel bij ook aan het houden. En dat is niet goed. Dat is totaal niet goed. Maar dat komt wel goed. Ik zie het allemaal voor mij. Hoe leeg dat mijn appartementje gaat wel niet gaat zijn. Dozen die opgeruimd zijn. De kerstversiering die ga ik nog wat beter opruimen. En in zakken steken. Ik ben nog aan het denken. Ja, ik weet het echt niet. Even. Ja, dan heb ik misschien nog een en ander overige spullen ook te koop gezet worden. Dus voilà. Maar morgen hadden we eigenlijk ook die podcast. Ah, en dan morgen heb ik ook nog die nieuwjaarsdrink. Ah, fuck. Shit, niet aan gedacht. Dan gaat, daar denk ik nu ook pas aan. Moet ik die podcast vrijdag doen, want ik ga dat sowieso doen samen met mijn schatje. We gaan kijken als dan ook mijn schatje dan mee wil doen. Ik heb redelijk wat vragen ook nog altijd voor haar toe. Vooral kan misschien dan nog iets beter elkaar te leren kennen, wie weet. En misschien dan nog de relatie dan nog beter gaat. Ik hoop niet slechter, maar wel beter. Dus, voilà. Morgen nog de nieuwjaarsdrink van de Rode Kruis in Alken. Kan ik jammer genoeg niet te veel van filmen. Waar het wel doorgaat, dat kan ik wel filmen. En dat kan ik jullie ook laten zien dan. Amai, het is donker hier. Het is donker hier. Er staat geen auto om de hoek, dus dat is heel goed. En elke auto staat op de parking, dat is ook al goed. Oh my god. Ik dacht dat ik iets zag, maar het was niet. Voilà, ze. Oh, ik ben thuis. Veel gemeld. Dus dan weten jullie dat, welke competities dat er allemaal doorgaan op 6-6 landen, ga ik jullie nu kunnen zeggen. Eens even kijken. Als er al iets van bekendheid is. Tournaments. League of Legends, 5 versus 5, daar is €1.500 te verdienen. Dan hebben we nog de Counter-Strike 2, 5 versus 5. Dan hebben we nog Valorant, 5 versus 5, Rocket League 3 versus 3. Dan hebben we nog de normale compos. Dat is Hearthstone 1 versus 1. Teamfight Tactics, 8 players. Dan hebben we nog League of Legends Aram. 3 versus 3 en fun compos. More compos will be announcement in the upcoming weeks. Oké. Eens even kijken. Als er nog iets leuks wat jullie nog moeten weten over die LAN-party, ticketinformatie. Dus als jullie tickets goedkoper willen krijgen, dat ik nu ga zeggen, moeten jullie onderaan op de inschrijvingslink klikken.
The tickets will start at 49 euros. For early bird, limit announcement available. Normal tickets are available at 45 euros. Or a VIP package after the ultimate gaming experience complete, which are full gaming setup and are Species Sport gaming chairs. For added comfort, you have the options to upgrade your speed seats to either a comfort or relaxed model. Gaming chairs rentals are available for your convenience. Choose from your range the speed seats sport for 35 euros, the Alna seats comfort model for 40 euros, or the indulge and ultimate relax options for 54 euros. Voilà. Dan weten jullie dat ook al. Bla bla da di da da da. En dan valt hier een licht uit. Oh nee, dat zijn van die voetbalvelden. Oké, hier staat een notto. Seatmap, eens even kijken. De seatmap, oké, die is dan niet beschikbaar. Oké. Ja, dus ga naar www.666-lam.be. .com, sorry, .com. En die gaat door dus op 12, 13 en 14 april. Daar gaat ook sowieso een 10 gigabit connection aanwezig zijn voor internet en al. Er staan ook redelijk wat LAN-party foto's ook online. Dus op hun website. Dus het is zeker de moeite waard is om op hun website eens langs te gaan. Wat stond daar? Fiberlan. Ik zag juist even iets. Ah, Dreamhack Winter staat 66 LAN. Oh my god. Oh my god. Deze afbeelding van Fiberlan 5 2004, daar was ik ook aanwezig. Dat is lang geleden. Damn you. Damn you, damn you. Maar ik ga bij deze ga ik het afronden, deze vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. En zeker kijk via de beschrijving naar de link van 666-LAN. En die gaat ook sowieso in een nieuwspostje verschijnen op www.psychotv.be. Daar gaat je ook nog alles terug van informatie vinden. Zowel de informatie over de LAN-party als de informatie over hoe je goedkoper aan die tickets kan geraken. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Zo, even voor de duidelijkheid. Even nog rond 666 LAN-party, rond die tickets. Dus als ik er 20 tickets heb mogen verkopen met de link hier onderaan in de beschrijving. Dus het is niet goedkoper binnen te krijgen. Maar als ik er 20 heb via de link heb kunnen verkopen. Dan mag ik 1 ticket per 20 tickets. 1 ticket weggeven aan jullie. Aan jullie kijkers. Dus ik zal zeggen, schrijf u in de onderstaande link. Kom af, betaal de LAN party. En wie weet, wil je wel ook een LAN-party ticket en dan krijg je wel hoogstwaarschijnlijk ook uw betaling dan ook wel terug. Dus ik zal zeggen, veel succes en schrijf je in voor de 666-LAN. De link staat in de beschrijving of ga gewoon naar www.psychotv.be ofwel de link waar is verschenen in mijn vlog tijdens het praten continu. Ik zal het nog eens een keer laten zien. Hier onderaan staat het deze keer de link, 10 seconden lang. Dus waar je u kunt inschrijven. Dus per 20 verkochte tickets is er 1 gratis ticket te winnen die ik mag weggeven aan jullie. Dus veel succes. Dankjewel en tot de volgende vlog. Dus
Ik heb mij nog wat verbeterd nog in deze vlog. Dan kunnen jullie daar ook niet kwaad om zijn van, oh, ik heb weer een verkeerde informatie gegeven. Nee, ik heb mij nu ook verbeterd, dames en heren. Dus ik hoop bij deze dat het ook dan recht is gezet. Dus per 20 verkochte tickets mag je 1 ticket bij jullie dan ook weggeven. Dus schrijf je zeker dan in voor het 66 landen. Ik zal er aanwezig zijn. Yo, yo, yo!